De samenwerkende brandweer Nederland bestaat 100 jaar. Meer dan 30.000 mensen zetten zich in om brand te bestrijden. In het Wilmingtheater in Enschede was vandaag het landelijk congres. Koning Willem-Alexander hield daar een bijzondere speech. Majesteit, welkom bij de band. Dank u wel. Ik weet dat er heel veel van u wordt gevraagd. Extreem noodweer met wateroverlast komt steeds vaker voor in ons land. Kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen, wat soms extra risico's meebrengt. En bijna de helft van het brandweerpersoneel krijgt jaarlijks tijdens het werk te maken met agressie. Tegelijkertijd wordt van u gevraagd steeds efficiënter te werken en dat valt niet altijd mee. Des te meer waardering verdienen u en uw collega's overal in dit land. Ik wens alle brandweermannen en vrouwen op en rond de kazernes en alle collega's op de meldkamers en waar dan ook het allerbeste toe. Dank u wel dat wij op u kunnen rekenen. Dank u wel dat u er continu voor ons allemaal klaar staat. En heel veel succes met uw onmisbare werk. Guido Tijhoff, officier van dienst. U werd ook even genoemd bij het congres omdat u een bijzonder verhaal heeft meegemaakt. Ja, wat was dat voor verhaal? Het verhaal van een duik op 5 februari 2012. Waarbij wij 7 mensen uit een auto hebben gehaald onder het ijs vandaan. Waarvan uiteindelijk 6 het niet overleefd hebben. We kregen een speciale waardering ook van de brandweercommandant Twente. Ja, wat doet dat met u, dat applaus met al die brandweermensen om u heen hier in het Wilmingtheater? Ja, ik word er koud van om de waardering van mijn collega's te zien en te voelen. Vervolgens ging het gezelschap door naar de Twentse Safety Campus. Sinds de opening van de Risk Factory in 2014 hebben 4000 basisschoolleerlingen en meer dan 1000 kwetsbare ouderen hier geleerd hoe ze moeten omgaan met hun eigen veiligheid. Koning Willem-Alexander volgde samen met leerlingen van de stichting Liduïne School uit Enschede een aantal van deze lessen. Was het spannend? Een beetje. Ik zat op het bankje en de koning die stond recht naast mij. Heel dichtbij? Ja. Heb je hem aangeraakt? Nee, dat niet. Heb je hem een vraag gesteld? Nee. Ook niet? Wat vinden jullie van de koning? Ik vind het wel een... Grappig. Ja, een leuke, aardige man. Ja, het is voor ons natuurlijk een hele eer dat wij de koning hier mogen ontvangen. En wat ik wel leuk vind is vanmorgen op het congres bij Brandweer Nederland, maar ook op het verzoek van de koning zelf heeft hij dit graag willen zien. En hij was met name geïnteresseerd in de Risk Factory en hoe wij veiligheidsonderwijs met de kinderen organiseren. En daar was hij zeer enthousiast over. Wat heb je meegemaakt? Hoe het is als je dronken bent en wat je moet doen als er brand is. Ook de dode hoek. Wat er kan gebeuren als je in de dode hoek staat en wat een veilige plek is. Achter de Risk Factory is een heel nieuw deel aangelegd. Per jaar oefenen hier 7000 hulpverleners op het trainingsgebied. Jullie zijn veel groter geworden. Zijn er nog meer plannen? Nou, het plan is nu zeg maar, dit is het zoals het is. Hè? En met name om de komende jaren gewoon stabiel te worden. Dat we dus heel veel leuke producten ontwikkelen met het bedrijfsleven. Trainingen organiseren en met name zeg maar, zorgen dat het georganiseerd wordt. Hoe heeft u zelf de dag ervaren? Vanochtend was er een gezonde spanning, vanochtend moet ik zeggen. Want het is dan wel de koning die op bezoek komt. Maar goed, het is goed ondersteund door heel veel mensen. En er zat een heel strak tijdschema. En dat liep tot op een paar minuten nauwkeurig. Dus ik ben daar heel blij mee. Ja. Even een foto met de kinderen? Ja. Kijk, die zijn beter georganiseerd dan die grote mensen allemaal. Rolletje vol. Dan moet je uitleggen hier wat het is aan de kinderen. We waren vereerd dat hij hier was en we genieten er nog van.